over de verdeling van verantwoordelijkheid voor de fysieke veiligheid zal presenteren, toelichten en aanbieden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Fijn dat u aanwezig bent, minister Donner. Dames en heren, herkent u het volgende beeld? U bent eigenlijk niet zo enthousiast voor een al te grote overheid, al te veel regels, al te veel toezicht, al te veel bureaucratie. Of u nou burger bent, ondernemer, journalist, politicus of bestuurder, dat zou kunnen. Maar dan gebeurt er iets ernstigs. Iets waarvan u vindt dat het niet had moeten en mogen gebeuren. En iets waarvan u ook vindt dat het nooit meer mag gebeuren. En dan zegt u roept misschien zelfs, waar was de overheid? Waarom faalde het toezicht? Zijn er dan geen regels? En moet er niet meer wetgeving komen? En komt er dan misschien veel regelgeving en wetgeving op gang? Herkent u dat beeld? Of herkent u dat beeld niet? Klopt het misschien niet? Hoe zit het eigenlijk precies? Het is een beeld waarbij misschien ook andere vragen spelen. Andere, algemenere problemen. En de vraag is of als die problemen er zijn, hoe ze dan moeten worden aangepakt, of dat beter kan en doelmatiger kan. En over die thematiek heeft minister Donner dit voorjaar aan de WER gevraagd, buig je daar eens over en kom met een analyse en waar het kan aanbevelingen. Een projectgroep van de WER onder leiding van professor Marjolein van Asselt heeft dat opgepakt en is vandaag in de gelegenheid om de bevindingen te rapporteren, toe te lichten en straks aan te bieden aan de minister. Daarna zal de minister reageren. Vervolgens zal ook namens de Raad voor het Openbaar Bestuur worden gereageerd, omdat er een vervolgtraject zal zijn. Het is goed om dat aan elkaar te verbinden. Daarbij zal overigens niet de heer Wallagen zijn visie persoonlijk kunnen geven, want door onverwachte omstandigheden was hij niet in staat vanuit Groningen af te reizen vandaag. Maar raadslid, ROB-raadslid Michiel van Haarsma-Buma zal hem vervangen. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ik geef het woord aan professor Marjolein van Asselt. Goedemiddag. Het kabinet bij monden van minister Donner heeft gevraagd om de reflectie die de WRR vandaag presenteert. Risico's zijn niet uit te sluiten en onzekerheid is een blijvend gegeven in een samenleving die inzet op innovatie. Dus ondanks alle inspanningen van burgers, bedrijven, overheid op individueel, lokaal, regionaal, nationaal, Europees, internationaal niveau, zullen we ook in de toekomst geconfronteerd blijven met allerlei vormen van fysieke onveiligheid. Extreme weersomstandigheden, ongelukken door constructiefouten, dier- en plantenziekten, overstromingen. Problemen met voedselveiligheid, problemen met gevaarlijke stoffen. Met andere woorden, incidenten en schade zijn onvermijdelijk. En het is dan ook onterecht om de overheid in algemene zin daarvoor verantwoordelijk te stellen. De overheid kan niet voor elke aantasting van de fysieke veiligheid verantwoordelijk worden gehouden. Tegelijkertijd zal niemand ontkennen dat de overheid een rol heeft. De vraag is dus dan ook, wat moet de overheid doen en wat kan het bedrijfsleven en wat kunnen burgers doen? De voorliggende reflectie gaat over die vraag. Wat kan de overheid doen en wat kunnen burgers en het bedrijfsleven doen als het gaat om fysieke veiligheid? Dat is een moeilijke vraag en dat is ook een vraag die eigenlijk in elk tijdsgewricht opnieuw gesteld zal worden. En het is de zorg voor fysieke veiligheid vraagt nu eenmaal om evenwichtskunst. En dan moet het iedere keer weer opnieuw het evenwicht zoeken. Nou, uit het verzoek om reflectie wat de minister Donner naar ons heeft gestuurd, blijkt dat in ieder geval naar het idee van de minister de balans wat te veel doorslaat naar de overheid. Dus de vraag aan de WRR was, bieden wetenschappelijke kennis aanknopingspunten en misschien zelfs opties voor de overheid om naar een nieuw evenwicht te zoeken als het gaat om de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid.
Aan deze presentatie wil ik drie boodschappen met u doornemen die u in onze reflectie zult kunnen lezen. Pas op met het regelreflexdenken, dat is de eerste boodschap. Benut schadevoorziening als perspectief en spreek de overheid aan op systeemverantwoordelijkheid. Als incidenten in een risicosamenleving onvermijdelijk zijn, dan is dus een van de vragen van hoe ga je dan om met incidenten? Nou, zeker in een mediasamenleving, ik heb hier een klein voorproefje met drie camera's. Zeker in een mediasamenleving is het omgaan met incidenten heel moeilijk. Voor politici, bestuurders en ambtenaren. En het is denk ik belangrijk dat te erkennen. Er liggen allerlei voetangels en valkuilen op de loer. En natuurlijk zijn er voorbeelden van uitwassen. Niemand zal ontkennen dat de vuurwerkramp geleid heeft tot stringente wet en regelgeving. Maar was het een patroon of een uitzondering op de regel? Voor elk voorbeeld lijkt een tegenvoorbeeld te geven. En wij concluderen in onze reflectie dan ook dat er op het terrein van fysieke veiligheid onvoldoende onderzoek is gedaan naar wat wij de politiek-bestuurlijke follow-up van incidenten noemen. Anders gezegd, er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs om te stellen dat de overheid op incidenten per definitie overreageert met onzinnige of contraproductieve wet en regelgeving. Het is dus niet ondenkbaar dat het in de praktijk met die overbodige regels ook meevalt. Je zou kunnen zeggen dat het regelreflexdenken er juist aan bijdraagt dat bij incidenten de ogen eenzijdig op de overheid zijn gericht. Want de discussie over incidenten wordt nu vooral gevoerd in termen van een falende overheid. Ofwel er is een incident gebeurd en de overheid krijgt schuld, ofwel de overheid reageert verkeerd op de incidenten. Dus het regelreflexdenken draagt eigenlijk bij aan het beeld van een eeuwig falende overheid. Nou, is dat terecht? Door decennia van overheidsinterventies is Nederland een relatief veilig land geworden. Helpt het om ook in dit domein de overheid neer te zetten als een falende overheid? Levert dat veiligheidswinst op? Of gebeurt misschien het omgekeerde? Want met het regelreflexdenken worden eigenlijk a priori regels al in discrediet gesteld als manier om te reageren op fysieke veiligheid. Maar in het domein van fysieke veiligheid functioneren regels juist ook als gestolde kennis. Het kan bedrijven juist ontlasten in hun verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid. Want dan hoeven ze niet zelf in al die veiligheidskennis te investeren. Dus het is onverstandig om alleen maar in termen van regeldruk na te denken over wet en regelgeving in het domein van fysieke veiligheid. Samengevat, er is onvoldoende bewijs voor het regulier optreden van een regelreflex. Het draagt eraan bij dat de discussies over fysieke veiligheid in het teken staan van een eeuwig falende overheid. En het zet bij voorbaat wet en regelgeving in een kwaad daglicht, terwijl het verstandig is het kind niet met het badwater weg te gooien. Dus de suggestie in onze reflectie is, kantel het perspectief. Erkent dat als er doden zijn gevallen, als de schade enorm is en de maatschappelijke onrust groot, dat het heel moeilijk is om doordacht om te gaan met incidenten. En stel vervolgens de vraag, wat telt als goed bestuurlijk gedrag? En wat vergt dat? En valt er meer te oogsten van de politiek-bestuurlijke ervaring met incidenten? En wordt er op een goede manier geleerd van incidenten? Dus onze suggestie is, zet de goede voorbeelden centraal. Zodat u consequent communiceert dat incidenten onvermijdelijk zijn, maar anderzijds dat de overheid er wel probeert van te leren als het kan en als het moet. Kantel dus het perspectief van het bewijzen van slecht bestuur naar het stimuleren van goed bestuur. En met die kanteling van het perspectief wordt ook de aandacht verlegd van incidenten als de kerndimensie van fysieke veiligheid naar het omgaan met risico's, onzekerheid en schade. En dat brengt mij bij de tweede boodschap. Schadevoorziening als perspectief. Wie betaalt de prijs voor veiligheid en wie betaalt de rekening voor schade? En onder schadevoorziening verstaan wij alle voorzieningen en procedures die erop gericht zijn schade te beperken, te vermijden, liever in een andere volgorde, te vermijden, te beperken en af te dekken als dat nodig is. Het is dus een manier om vooraf na te denken hoe je zaken achteraf geregeld zou willen hebben. Het is dus een manier om vooraf na te denken hoe verdeel je de verantwoordelijkheden.
worden alle partijen voldoende geprikkeld om schade te vermijden, te beperken en af te dekken. Als er een brand in een chemisch bedrijf al heeft gewoed, als een overstroming voor natte voeten heeft gezorgd, of als de meer sluipende schade als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen evident is geworden, ja, dan is het te laat om de verantwoordelijkheden te verdelen. Dan zal de rekening betaald moeten worden. En ervaringen uit het verleden laten zien dat bedrijven en burgers die slachtoffers zijn van dat soort incidenten niet altijd adequaat verzekerd zijn voor de eigen schade en dan ook niet in staat blijken of onvoldoende in staat blijken om die schade zelf te dragen. Of de schade bleek onverzekerbaar of de aansprakelijk gestelde partij bleek een kale kip. En in dat geval van ongedekte schade wordt linksom of rechtsom veel van die rekening betaald uit publieke middelen. Terwijl als schadevoorziening van tevoren enigszins geregeld is, dan kunnen ellenlange, maar vaak onbevredigende juridische procedures in de toekomst misschien kunnen worden vermeden en wordt er minder beslag gelegd op de publieke middelen als het gaat om het afdekken van schade. En terugdenkend vanuit schadevoorziening komen ook partijen in beeld met wie de overheid verantwoordelijkheid zou kunnen delen. Potentiële benadeelden. Dat zijn burgers, maar ook bedrijven en ook de overheid zelf, als je de overheid ziet als de eigenaar van het publieke domein. En het gaat om potentiële schadeveroorzakers. Maar het gaat ook om partijen die belang hebben bij zo min mogelijk schade, verzekeraars en kredietverstrekkers. Er moet dus niet alleen naar het bedrijfsleven gekeken worden als potentiële schadeveroorzaker, maar ook als partijen die belang hebben bij fysieke veiligheid. Als het gaat om burgers, burgers hebben als het gaat om het vermijden van gevaar vaak maar heel beperkte mogelijkheden om dat te doen. Maar toch zou het mooi zijn als burgers zich beter bewust zouden zijn van de omgevingsrisico's die ze lopen. Wie van u heeft voor uw eigen huis risicokaart.nl wel eens gecheckt? Oh, zo weinig vingers had ik niet verwacht. Daarop kunt u op postcodeniveau zien in wat voor soort omgevingsrisico's u loopt. Ik weet bijvoorbeeld inmiddels dat een verzekering voor overstromingsschade voor mij ook best wel aardig zou zijn. Het zou goed zijn om burgers, als burgers in geval van fysieke onveiligheid, weten wat ze kunnen doen om de schade te beperken. Oefenen is nu vaak een zaak van professionals. Meestal krijgen de burgers het bericht: blijft u rustig zitten, het is maar een oefening. Burgers kunnen ook belang hebben bij een verzekering voor schade. Ik noemde dat al zo even. Dit worden ook wel directe verzekeringen of first party verzekeringen genoemd. Dus de verzekerde verzekert zich voor zijn eigen schade. En dat lijkt in eerste instantie een beetje oneerlijk, maar de route via aansprakelijkheid loopt heel vaak dood. En dan staat de burger met lege handen. Dus de burger zou baat kunnen hebben bij dat soort verzekeringen. En hetzelfde geldt bij bedrijven die ook potentieel benadeelden kunnen zijn. Nou, draagvlak voor dergelijke directe verzekeringen vereist wel dat risiconemende partijen en de overheid ook hun verantwoordelijkheid nemen. Het is wat moeilijk uit te leggen dat potentiële slachtoffers zich goed moeten verzekeren en dat dat van risiconemende bedrijven niet wordt verwacht. In Nederland is er alleen een verplichting voor aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorvoertuigen, voor jachtbeoefenaars, voor kerncentrales, voor olietankers en voor medisch onderzoek op mensen. Het gevolg daarvan is dat er bedrijven zijn die toch behoorlijk serieuze risico's lopen en die over het algemeen wel een aansprakelijkheidsverzekering hebben, maar voor een bedrag van 1 à 2,5 miljoen verzekerd zijn. Dat is het bedrag waarvoor u en ik als privépersoon ook ongeveer verzekerd zijn voor aansprakelijkheid. En dat is bij een serieuze aantasting van de fysieke veiligheid nog niet eens een druppel op de gloeiende plaat. Laat ik de vuurwerkramp in de herinnering roepen. Mei 2000... 22 doden, ruim 900 gewonden en de totale schade werd geschat op 684 miljoen euro. Het bedrijf waar het vuurwerk lag opgeslagen was voor ruim 1 miljoen euro verzekerd. Dat is ongeveer 0,2% van het schadebedrag. En het bedrijf ging ook nog failliet, dus er viel ook niet meer te halen dan het verzekerde bedrag. Daartegenover staat de Bijlmerramp. De luchtvaartmaatschappij en de vliegtuigbouwer hadden wel voldoende verzekeringsdekking en ook voldoende eigen vermogen. En zij keerden bijvoorbeeld een volledige schadevergoeding uit voor alle slachtoffers in de zogenaamde gevarenzone, naar Amerikaans recht.
Bedrijven zijn niet alleen in beeld als potentiële schadeveroorzakers, maar ook als belanghebbenden. In enge zin, hè, zij kunnen ook schade hebben doordat er ergens anders iets gebeurt, maar ook in brede zin. En in het rapport noemen wij dat de exportwaarde van fysieke veiligheid. Want incidenten met voedselveiligheid hebben consequenties voor de reputatie van het Nederlandse voedsel in de wereld. En een ongeluk in een bedrijf met gevaarlijke stoffen slaat terug op de hele chemiesector. En de goede lijden dus onder de kwade. Ook omdat de zorg voor fysieke veiligheid geld kost. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid niet nemen, hebben dus een oneerlijk concurrentievoordeel. Volgens ons is het belangrijk om oog te hebben voor bedrijven die wel echt werk maken van fysieke veiligheid. En ook te zien dat brancheorganisaties daar een voortrekkersrol in vervullen. Zie bijvoorbeeld het actieplan Veiligheid Voorop van VNO-NCW, dat VNO-NCW samen met 4 brancheorganisaties in de chemie heeft opgesteld na het ongeluk in Moerdijk. De gegroeide praktijk van NEN-normen en het actieplan voor constructieve veiligheid dat is opgesteld door de bouwsector. Ook verzekeraars en kredietverstrekkers hebben belang bij bedrijven die schade vermijden, beperken en afdekken. En zij zijn niet gebaat bij een faillissement. En zij kunnen daar dus ook een rol in spelen. Dus in onze reflecties concluderen wij dat het raadzaam is hen, dus bedrijven die intrinsiek gemotiveerd zijn voor fysieke veiligheid, brancheorganisaties, verzekeraars en kredietverstrekkers, meer te betrekken bij het nadenken over risico's, het verkennen van onzekerheid en het organiseren van schadevoorziening. Tegelijkertijd is het ook belangrijk te erkennen dat er freeriders zijn. Ook de dreiging van faillissement en strafrechtelijke vervolging bij serieuze schadeveroorzaking blijkt niet altijd een voldoende prikkel. In dat geval, zoals het geval was bij de Legionella-uitbraak in 1999, de vuurwerkramp, de nieuwjaarsbrand en de brand bij Chemiepack in Moerdijk, loopt de route via aansprakelijkheid dood voor de overheid en voor benadeelde burgers en bedrijven. Ferme politieke taal achteraf over schuld helpt dan niet zoveel meer. Dus het is zaak de primaire verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid bij risiconemende bedrijven te leggen. Anders betalen benadeelden in het bijzonder en de samenleving in het algemeen daarvoor de prijs. En het is een politieke vraag of men de rekening die de overheid nu betaalt voor ongedekte schade te hoog vindt. Maar in elk geval kan de vraag opgeworpen worden of de huidige praktijk risiconemende bedrijven voldoende prikkelt om hun verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid te nemen. Juist om bedrijven die wel hun verantwoordelijkheid nemen een eerlijk speelveld te bieden, is het belangrijk om de freeriders aan te spreken. Dan stimuleert de overheid eerlijk en veilig zaken doen. En langs die lijn komt ook de verantwoordelijkheid van de overheid zelf voor vergunningverlening, handhaving en toezicht in beeld. Overheden kunnen in de vergunningverlening de reputatie van het bedrijf op het terrein van fysieke veiligheid meenemen. En het denken vanuit schadevoorziening biedt ook een basis om bij bedrijven waar het schort aan veiligheidscultuur harder op te treden, wetende dat in die gevallen de weg van aansprakelijkheid achteraf geen soelaas zal bieden. Zo'n hardere aanpak kan overigens heel goed samengaan met een op vertrouwen gebaseerd regime voor bedrijven die hun verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid wel nemen. Het is niet of-of, maar en-en. Schadevoorziening als perspectief levert dus concrete aanknopingspunten en opties op voor het nadenken over de verdeling van de verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid. We zijn via schadevoorziening al aangekomen bij het derde thema, de rol van de overheid. Wat mag van de overheid verwacht worden? Ik ben deze presentatie begonnen met de stelling dat het onterecht is om de overheid af te rekenen op incidenten. De overheid kan niet voor elke aantasting van de fysieke veiligheid verantwoordelijk worden gehouden. Maar wat mag dan wel van de overheid worden verwacht? In de reflectie wijzen we erop dat de overheid in veel gevallen zelf in de positie is om actief in te vullen wat gerekend wordt tot normaal gevaar. De overheid is niet verplicht tot een tegemoetkoming in de schade van burgers en bedrijven. In principe draagt iedereen zijn eigen schade. Bij elke schade kan de overheid zelf bepalen of ze, afgezien van het vangnet van de sociale zekerheid, als reddingsboei wil optreden. Maar nog belangrijker is dat de overheid verantwoordelijkheden kan benoemen, beleggen en kan toewijzen.
Ze kan het bedrijfsleven en burgers verleiden of verplichten bepaalde verantwoordelijkheden op zich te nemen. Waar het regelreflexdenken eenzijdig gericht is op de rol van de overheid bij incidenten, kan een perspectief dat uitgaat van schadevoorziening zet juist die systeemverantwoordelijkheid van de overheid centraal. En systeemverantwoordelijkheid betekent dat van de overheid verwacht mag worden dat die moeite doet om de verantwoordelijkheden voor fysieke veiligheid zo goed mogelijk te beleggen. En daarbij gaat het dan niet om het beleggen van de verantwoordelijkheid als het kwaad al is geschied, maar om vooraf na te denken wie risico's kan beperken en wie onzekerheid kan verkennen. Het zwaartepunt verschuift dus van de overheidsverantwoordelijkheid bij incidenten naar de manier waarop overheid, burgers en bedrijfsleven omgaan met risico's en onzekerheid. En in deze reflectie geven we de overheid nog een aantal handreikingen mee voor hoe de omgang met risico's en onzekerheid verbeterd zou kunnen worden. Natuurlijk heb ik u niet alles kunnen vertellen wat we in het boekwerkje Evenwichtskunst over de verdeling van de verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid hebben opgeschreven. Ik hoop dat dit voorproefje, pas op met het regelreflexdenken, benut schadevoorziening als perspectief en spreek de overheid aan op systeemverantwoordelijkheid, smaakt naar meer. En ik hoop namens de WRR dat het een bijdrage levert aan het beoefenen van evenwichtskunst. Dank u wel. Dank voor dit advies, getiteld Evenwichtskunst. Dat slaat enerzijds op de materie die er in aan de orde komt. Het slaat mogelijk ook op de evenwichtskunst die nodig was om dit rapport in zo korte tijd tot stand te brengen. Een evenwicht tussen enerzijds de gevraagde spoed en anderzijds toch de wetenschappelijke verantwoorde gedegenheid die er bij te pas moest komen. Dus wat dat betreft in alle gevallen mijn hartelijke dank in het bijzonder aan professor Van Asselt en haar team, maar ook aan de WRR. Het is wat dat betreft een experiment geweest om te kijken of we ook op deze wijze gewoon als bij de overheid een vraag speelt, sneller daarop in kunnen spelen. Dat is ook aan de orde bij de vraag op welke wijze we zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van alle deskundigheid die er is bij alle verschillende adviesraden. Op programma staat dat ik nu een eerste reactie geef. Dat is vermoedelijk heel nadrukkelijk een eerste reactie, omdat de WRR dacht, straks geeft hij hier een reactie en dan geeft hij verder geen reactie meer. Gegeven het kabinetstandpunt, maak u geen zorgen. We zullen daar nog over te spreken komen als we de wet moeten wijzigen op dat punt. Dus. Maar het is tegelijkertijd is dat in wezen hetzelfde intentie van hoe kunnen we alle deskundigheid die we hebben zo optimaal mogelijk gebruiken en ook zo meer gericht gebruiken in de wijze waarop we ook beleid tot stand komen. Nu zult u begrijpen dat een rapport wat tot de conclusie komt dat de overheid, dat het onterecht is om de overheid op incidenten af te rekenen, uiteraard mijn warme instemming heeft en op voorhand geconstateerd kan worden dat dat in orde moet zijn. Aanleiding is, het is hier al beschreven, wat heet de risicoregelreflex. Ik geloof dat die term ooit door mevrouw Van Trappenburg, maar nee, mevrouw Trappenburg is bedacht. Het is ook een mooie alliteratie. Maar het is inderdaad het verschijnsel dat als er iets gebeurt
Een van de eerste dingen die we in Nederland vragen is wie hebt gedaan, wie is verantwoordelijk. En de tweede vervolgens welke wetgeving hebben we nodig om te voorkomen dat dit ooit zich zal herhalen. Dat is wat merkwaardig als je constateert dat het een wiskundig inzicht is dat in processen het regel is dat dingen fout gaan en dat in complexe processen het zeker is dat dingen fout gaan. Derhalve dat incidenten wat dat betreft ongeveer de regel zouden moeten zijn en dat we daarmee moeten leren leven. Maar toch, bij de overheid gaan we er precies omgekeerd mee om. Daar veronderstellen we dat ieder risico kan worden uitgesloten door middel van wetgeving en ook voorkomen kan worden. En dat als het toch gebeurt, dat dan moet dat een fout zijn ergens. Hoe anders is dit even ten zuiden van ons over de grens, waar men bij de Pukkelpop te maken had met een onverwachts noodweer. En na 3 dagen tot de conclusie kwam, dit soort dingen gebeuren. Daar kunnen wij verder ook niks aan doen. We zullen daar een volhoog rekening mee moeten houden. Maar hier kun je niemand daarvoor nu verantwoordelijk houden. Ik noem het maar als voorbeeld, omdat natuurlijk we iedere dag, iedere week geconfronteerd worden met de voorbeelden. Begin deze maand was er nog het voorbeeld dat is een dramatisch ongeluk in Tilburg, waar 2 geluidsboksen in het zwembad vielen. En met als gevolg de dood van een baby en de moeder was zwaar gewond. En de onmiddellijke vraag was, moeten wij geen regels hebben over de ophanging van geluidsboksen in zwembaden? Op dat punt hebben gelukkig de zwembaden dat zelf ter hand genomen. Maar neem een ander voorbeeld. De situatie zoals die ontstond rond DigiNotar, andere vorm van ongeluk, dingen die de veiligheid bedreigen. Dat was een regeling die zeer nadrukkelijk was overwogen in de telecommunicatiewet, waar de wetgever had gezegd, wij laten de verantwoordelijkheid voor het beheer van het systeem bij de beheerders en zeker ook bij de certificaten van veiligheid. Maar toen die niet betrouwbaar bleken, was het onmiddellijk een vraag van de overheid en de vraag, en wat gaat u nu allemaal regelen om te zorgen dat het niet meer terugkomt? Dus het geeft ook aan, ook in situaties waar het zeer uitdrukkelijk is overwogen, kan het voorkomen dat we vervolgens concluderen, we gaan het toch maar weer anders doen. Ik denk dat het daarom, dat is een van de vragen waar het kabinet nu mee zit, van hoe moeten we hiermee omgaan? Is dat inherent aan het systeem zoals we het opgezet hebben, of zullen we het kunnen, is het ook anders mogelijk? Ook vanwege de overweging dat met ieder van deze regelgevingen we een veiligheid suggereren en een mate van dat het voorkomen kan worden dat risico's die op zichzelf een veiligheidsrisico gaan vormen, omdat men, wanneer het niet aan de regel wordt gehouden, daarmee de verwachtingen die er wel op gebouwd worden, beschaamt. Voorbeeld wat ik in dat verband altijd noem, is de regel om rechts te rijden. Dat maakt het mogelijk om veel sneller over de weg te gaan. Tegelijkertijd de ongelukken ontstaan doordat er toch een aantal mensen zich niet geheel aan deze regel houden. Dan hebben we daar ook weer een middel voor, namelijk een vangrail in het midden. Daarmee hebben we het verkeer hermetisch van elkaar afgesloten en vervolgens komen we een spookrijder tegen. Dus wat dat betreft geeft het aan, het niet houden aan de regel kan zelf weer een risico gaan vormen en derhalve ben je ook, moet je altijd vragen, moet ik met die regels het veiligheidsniveau steeds hoger maken, omdat als er dan eenmaal je er doorheen zakt, de val des te groter is. Vandaar, dat zijn de vragen waar het kabinet nu ook mee geconfronteerd wordt. En vandaar de vraag aan de WRR, van op welke wijze zou je daar, wellicht is er inzicht hoe we daar beter mee om kunnen gaan. In die zin denk ik dat, zeker na een eerste korte lezing, die degene die dat in ontvangst moet nemen altijd beschoren is, namelijk dat hij het boekje al wat eerder gekregen heeft, om namelijk te kunnen reageren op het boekje. Dus
dan ziet u ook daar schijn en werkelijkheid. In ieder geval denk ik dat wat dat betreft de BRR in dit advies een aantal inzichten geeft die denk ik ook in eerste instantie ook een vraag zijn om ook eens in het publiek debat geïntroduceerd te worden. Ook weer niet onmiddellijk om in regelgeving om te zetten, maar ook om te vragen van hoe kun je om het publiek debat dat uit te proberen. De eerste is inderdaad het advies van dat we moeten oppassen dat we het alleen nog maar gaan hebben over de risico's en niet over wat er wel mogelijk is, hoewel we de risico's daarbij, ik zal niet zeggen op de koop toenemen, maar een realiteit is. Dat is ook, daar is men in Engeland voor wezen kijken. En ook daar is de conclusie dat daardoor er een eenzijdig beeld ontstaat dat we voortdurend bezig zijn om vooral op de risico's te letten. Totdat we op een goed moment tot de conclusie komen dat we met het afdichten van alle risico's het handelen zelf onmogelijk gemaakt hebben. Althans niet meer functioneel hebben gemaakt. Ik denk dat het in het verlengde daarvan ook goed is de aanbeveling om toch eens zorgvuldiger na te gaan. Waar hebben we het over? Hebben we het nou over een incident? Hebben we het over een ongeluk? Hebben we het over een risico? Of hebben we het inderdaad over een gevaar wat er is? Omdat het in ieder van die gevallen om wat anders gaat. Incidenten in de aard kun je nauwelijks voorkomen met regelgeving, want dat ligt in de aard besloten van incidenten. Terwijl risico's zijn zaken die wist je vanaf het begin dat die zich zouden kunnen realiseren. Is er dan reden om, als het zich wel realiseert, met nieuwe regels te komen en ze niet aan het begin al genomen te hebben als je de risico's voorzag op dat moment? Ook in die zin is er de vraag van, moeten we niet ook in de terminologie zorgvuldig kijken? Ik denk dat dat juist is. Andere aanbevelingen betreffen de heroverweging van het dilemma tussen enerzijds de veiligheid die we willen garanderen en niveaus van handelingsruimte, vrijheid die we ook willen hebben. Welke beveiligingsniveaus wil je hebben? Moet dat uniform zijn over heel Nederland? Of zou je ook kunnen kijken, zou je kunnen differentiëren? Onder andere in de functie van de bevolkingsdichtheid. Juist omdat je vaak bezig bent om risico's te beheersen van het handelen van de een voor het ander. Ik denk dat, net hoorde ik, ja, we moeten ook de goede voorbeelden meer centraal zetten. Tegelijkertijd vraag je op dit terrein wel af, wat zijn nu de goede voorbeelden? Zijn dat gewoon het dagelijks leven wat zich veilig voortbeweegt? Is dat op de snelweg het feit dat wij geen ongelukken hebben? Of zijn het nu juist de gevallen dat het bijna misging en dat het voorkomen kon worden? Want dat is een opvallende zaak. Vaak als er iets misgaat, is het het gevolg van een keten van oorzaak en gevolg. En heet het een incident wat onmiddellijk tot regelgeving vaak aanleiding moet geven als het slecht uitkomt? Maar hebben we niet in het oog alle keren dat de keten ergens onderbroken wordt en dat het wel goed gaat? En in die zin zijn dat ook de interessantere inzichten over hoe we daar komen. Tenslotte iets over de onverplichte nadeelcompensatie. Er is net ook uitvoerig op ingegaan in hoeverre moet de overheid nu inderdaad steeds ook de geleden schade verzekeren. In wezen krijgen we op dat die wijze een systeem waarbij alle verzekeringen geleidelijk aan beginnen te cumuleren. Namelijk de verzekering van het individu, van degene die de schade toebrengt en tenslotte ook nog de schade die eventueel door de overheid vergoed moeten worden. Maar weer wijst erop, het zijn van die dingen waar ieder kabinet aankondigt met frisse tegenzin dat dit eens maar nooit weer is. Maar na een aantal keer eens maar nooit weer ontstaat er een verwachting dat het wel weer zal gebeuren. En dat kan ook weer gevolgen hebben voor de mate waarin mensen zelf de risico's afdekken. Wat dat betreft denk ik dat de BRR op dat punt wijst op een aantal aspecten die daarbij een rol spelen. Ook moet de overheid risico's afdekken.
daar waar mensen moedwillig, bijvoorbeeld door het gaan wonen in de uiterwaarden, zelf die risico's oplopen, is het dan weer een zaak van het collectief om dat af te dekken. Eén ding wou ik hier ook meer in het bijzonder toch nog even aandacht aan besteden. Dat is het uitgangspunt dat de WRR in zijn advies neemt, namelijk van de verantwoordelijkheid van de overheid voor de veiligheid. In ongeveer de eerste alinea citeert de WRR op dat punt het regeerakkoord. Veiligheid is een kerntaak van de overheid. En nu zal ik niks af willen doen aan een regeerakkoord. Dat is zeker als het gaat om de wensen van de partijen die zo'n akkoord sluiten, zeker duidelijk. Maar of het nu een gezaghebbende bron is voor de vraag of bepaalde zaken een kerntaak van de overheid zijn, is vers 2. Ik denk ook dat we in die zin dat ook op moet passen met zulke formuleringen, hoewel ik erken ze staan er. Ze zijn ook meer bedoeld op het bestrijden van criminaliteit dan de fysieke veiligheid, omdat het afdoet aan het fundamentele inzicht dat we moeten hebben, waar toch denk ik de samenleving op georganiseerd moet blijven, namelijk dat ieder verantwoordelijk is, enerzijds voor zichzelf beschermen tegen redelijk voorzienbare risico's, en anderzijds verantwoordelijk is voor de potentiële schade die hij anderen aandoet met zijn handelen, hoezeer dat handelen op zichzelf ook legitiem kan zijn. Dat is geen verantwoordelijkheid van de overheid. De overheid heeft een speciale betrokkenheid, namelijk vanwege twee bijzondere eigenschappen die we de overheid hebben toegedicht. Enerzijds dat het de enige maatschappelijke instantie is die geweld mag gebruiken. En als het gaat om personen die los van de regels iemands veiligheid, integriteit of goed bedreigen, lees gewoon misdadigers, dan kan dat niet met regels bestreden worden, maar moet dat met geweld bestreden worden. En dat laten we aan de overheid over. En het tweede element is inderdaad die zaken waar je door algemene regels mensen kunt verplichten in het algemeen door verplichtingen op te leggen, hun verplichtingen ten aanzien van de veiligheid beter preciseren of zelfs mogelijk in een aantal gevallen voorkomen. Want dat blijft de merkwaardige paradox. Aan de ene kant kun je niet zeggen van ja, de overheid moet wat minder doen, want we hebben geleidelijk aan de veiligheid in Nederland op een goed niveau gebracht. En uiteraard op ieder moment kan het beter. Maar we kunnen wat dat betreft, als je ziet van wat we bereikt hebben, kunnen we tevreden zijn. Tegelijkertijd moet je ook afvragen van ja, maar hebben we daarmee niet zelf bijgedragen, ook voor een deel, aan onze eigen risico's. Want het is als de dijken, die kunnen we ieder moment bij iedere dreigende ramp weer hoger maken, omdat we nieuwe inzichten hebben gekregen. Maar als die steeds hogere dijken dan op een goed moment wel doorbreken, dan is de ramp ook veel groter dan wanneer het eerste dijkje wat vaker zou zijn overstroomd. En dat zijn de vragen en in wezen de fundamentele dilemma's die we ook als samenleving moeten confronteren en onder ogen zien. En ik denk op dit moment nog het meest urgent op het hele terrein van het ICT-verkeer, de informatie. Omdat we daar nog aan het begin staan van het proces om steeds grotere veiligheidsniveaus te creëren, waarvan het de vraag is of we ze daadwerkelijk kunnen waarborgen. Mag ik het hierbij laten? Dank u wel, meneer de minister, voor uw eerste reflectie op onze reflectie en aanbevelingen. En we zijn ook in afwachting van de kabinetsreactie in het kader van het programma van Binnenlandse Zaken dat nu loopt. U heeft ook aangegeven dat u geïnteresseerd bent, behalve in de wetenschappelijke analyse en de strategische aanbeveling in meer algemene zin, ook in de bestuurlijke implicaties voor het handelen in concrete situaties. In die balans, in die dynamiek, tussen enerzijds het streven naar veiligheid, anderzijds
de verdeling van de verantwoordelijkheden, ook in de concrete praktijk. En in dat verband is het goed dat de Raad voor het Openbaar Bestuur die uitdaging heeft opgepakt. Namens de ROB zal Michiel van Haarsma-Buma nu een aantal eerste gedachten over die aanpak aanreiken. Michiel. Ja. Meneer de voorzitter, dames en heren. Ik vervang, zoals u hebt gehoord, de voorzitter van het ROB, de heer Wallagen. Hij vond zelden zich en heeft mij gevraagd namens de ROB een aantal opmerkingen te maken. En dat doen wij in de bescheidenheid van toch de publicatie die vandaag verschenen is. Evenwichtskunst over de verdeling van verantwoordelijkheid over fysieke veiligheid. Dus wij doen het in een heel kort bestek en gaan niet een ander verhaal ernaast leggen, want vandaag staat toch in het volle licht de zojuist genoemde publicatie. Maar de minister had ook gevraagd om in de advisering meerdere adviesraden te betrekken. En dat was ook de handschoen die de ROB heeft opgenomen. En met elkaar hebben we daar afspraken over gemaakt. We hebben mee mogen praten in het traject wat u, professor Van Asselt, hebt georganiseerd. En we gaan nu verder. En dat is een soort estafettestokje wat wij vandaag overnemen. Maar toch nog even een opmerking over de publicatie zelf. De WRR heeft weer zijn naam eer aangedaan met deze heldere wetenschappelijke analyse van het vraagstuk. Want ook wij kenden natuurlijk wel de publicatie, omdat we er ook hebben mogen meelezen al eerder. Maar er zijn nog een aantal andere kanten die vastzitten aan het vraagstuk van risico en verantwoordelijkheden. Want een van die belangrijkste bepalende factoren van hoe om te gaan met risico's en incidenten is de manier waarop politiek en bestuur reageert. De minister is daar feitelijk net ook op ingegaan. En dat is typisch een onderwerp waar de ROB over adviseert. En dat gaan we dus nu doen. We nemen dat stokje over en daar zijn een aantal opmerkingen over te maken. In de eerste plaats zullen we nog eens een keer kijken naar de politiek-bestuurlijke logica achter die incidentenreflex. Hoe werkt dat nou precies en wat is de invloed daarvan bij het omgaan met die incidenten? En in die context willen we ook aandacht besteden aan de vermenging tussen staatsrecht en strafrecht. Het vraagstuk van de politieke verantwoording afleggen vergens, het lijkt wel soms, schuld en boete. De WER die vraagt natuurlijk aandacht voor een verschuiving van nadruk op slecht bestuur naar het stimuleren van goed bestuur. En dat spreekt de ROB bijzonder aan, maar daar blijft het niet bij. Wij koppelen dat ook elke keer weer terug aan het thema vertrouwen. In het afgelopen jaar hebben we daar een aantal publicaties aan gewijd. En wat is dan ook die betekenis van goed bestuurlijk gedrag bij incidenten op dat vertrouwen van die burgers? We plaatsen dat geheel tegen de achtergrond van een samenleving die het steeds moeilijker vindt om met incidenten en zeker met noodlottigheden om te gaan. En die steeds meer verwacht van een overheid die overheid aan de andere kant dat niet kan waarmaken. En waarom doen we dat? Omdat de ROB met zijn advisering de bedoeling heeft weer ingrediënten aan te dragen voor een visie voor het kabinet op risico's en verantwoordelijkheden. En dat politici en bestuurders daar een handelingsperspectief mee krijgen om om te gaan met die risico's en die incidenten. Dit alles, denken wij, zou dan ook moeten bijdragen aan het versterken van dat vertrouwen van burgers in die overheid. Samengevat, het wordt vervolgd. Wij verwachten zo ergens rond de zomer met het estafette of de uitkomst van de estafette stokje naar buiten te komen. En voor vandaag dank dat wij ook dit vast hebben mogen meedelen. Dank u wel. Gelegenheid voor het stellen van vragen. Dank eerst Michiel van Haarsma-Buma voor het inzicht geven in jullie aanpak. Eén vraag hoeft u in ieder geval niet te stellen. Mag ik het boekje ook? Want die vraag is al beantwoord. U krijgt het boekje bij het verlaten van deze ruimte. Vragen, opmerkingen aan mevrouw Van Asselt. Gaat u gang. Noem even uw naam en uw affiliatie. Mijn naam is Paul Janssen en ik ben nog jeugdbondsvoorzitter van de SP
Tweede Kamer. En allereerst complimenten voor de raad dat ze in de context van de tijdgeest een redelijk tegendaans advies gegeven hebben. Daar heb ik als lid van de oppositie wel al waardering voor. Wat ik mij afvroeg is, u heeft geprobeerd om zeg maar, te reflecteren op de incidentenreflex. Heeft u ook gekeken naar de geen incidentenreflex? Want mijn observatie is juist dat bijvoorbeeld de Kamer afgelopen jaar de adviesraad gevaarlijke stoffen heeft afgeschaft. 5,5 die is ingesteld naar aanleiding van de NSCRAM. En dat u nu zegt van, god, zouden we geen verzekeringsplicht moeten invoeren voor bedrijven om de maatschappelijke schade te kunnen veroorzaken te verzekeren. Nog niet zo lang geleden is een variant daarop, namelijk een bankgarantie voor bedrijven die er zelfs voor is afgeschaft. Kortom, heeft u ook naar de andere kant van de bedrijven. Nou, goed punten. We hebben daar niet uitgebreid op ingegaan, maar we hinten er wel op in de zin dat we aangeven er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat er altijd sprake is van een overheid die overreageert of dat het in ieder geval een regulier patroon is. Wij stellen wel van, nou, hoe zou dat nou kunnen? Hè? Dat het aan de ene kant een gevoelde realiteit is, die regelreflex, en aan de andere kant dat we het niet zien. En een van de suggesties die we ook doen is eigenlijk van, nou, misschien is er wel te weinig incidentenreflex. En misschien wordt er eigenlijk wel te weinig geleerd en gaat men weer te snel over naar de orde van de dag. Maar wij zeggen ook dat is een hypothese. We zijn wel bezig nu ook met een project wat gaat over lessen van evaluaties, waar we ook kijken naar de betekenis van evaluaties van incidenten in het politieke debat. En waar wel dan die discussie over leren en ook verantwoorden, maar ook verzoenen met hetgeen gebeurd is, weer op de agenda staat. En ik denk inderdaad, dat is ook wat wij zeiden, voor ieder voorbeeld is een tegenvoorbeeld te geven. En u geeft denk ik een paar mooie tegenvoorbeelden van ja, misschien leren we soms ook wel te weinig van de incidenten. Is dat een helder antwoord? Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Andere vragen? Alles glashelder. Oh, sorry. Ja. Mijn naam is Erik ja. Bret, RIVM en Universiteit van Utrecht. Ik heb natuurlijk nog niet het eindverhaal kunnen lezen, maar ik vind het intrigerend de discussie over aansprakelijkheid. En wel omdat ik ongeveer 1,5 jaar geleden bij een jaarbijeenkomst van de Vereniging van Aansprakelijkheids- en Verzekeringsjuristen gezamenlijk tot de conclusie kwam dat de afstand tussen mijn risicowereld op het gebied van milieu en gezondheid en hun verzekeringswereld en aansprakelijkheidswereld zo enorm groot is. Dus ik vroeg mij af of u dat in de overwegingen betrokken hebt en hoe u aankijkt tegen die afstand in het risicodenken. Want als we kijken naar cyber of terroristische dreigingen, dan zijn er natuurlijk weer hele andere risicowerelden die zich daarmee bezighouden. Dat was mijn ene vraag. Mijn tweede vraag is, een beetje op eigen ervaring gestoeld, sinds ik bij het skiën een helm ben gaan dragen, neem ik meer risico. En ik kan mij voorstellen dat als je goed verzekerd bent tegen de risico's, dat je ook als bedrijf misschien iets anders omgaat met de risico's. Zou u daarop kunnen reflecteren? Ja. Nou, wat betreft de afstand tussen die werelden, dat hebben wij ook geconstateerd, waardoor wij juist ook zeggen van je zou eigenlijk die werelden dichter bij elkaar moeten brengen. Daarom zeggen we ook, het moet niet alleen over incidenten, risico's en onzekerheid gaan, maar ook over schade. En hoe kun je daar tegenaan kijken? Wij constateren van die route via aansprakelijkheid loopt eigenlijk heel vaak dood. Terwijl daar de verwachtingen omtrent eigenlijk wel heel hoog zijn. Het druist erg in tegen ons rechtvaardigheidsgevoel. Dat als het toch via juridische weg bepaald is dat iemand aansprakelijk is, dat je vervolgens niks krijgt. Hè? Ik bedoel, dat druist een beetje tegen ons rechtvaardigheidsgevoel, maar het gebeurt wel vaak. Dus wij zeggen eigenlijk in ons advies ook van ja, dat is ook een feit. Die drempels zijn hoog en als je al iemand veroordeeld krijgt, dan is het maar de vraag of dat ook nog wat oplevert. En dus zou je ook verzekeraars veel nadrukkelijker bij die discussie over het omgaan met onzekerheid en risico's kunnen betrekken. Want daar liggen kansen. Want je zou toch wel kunnen zeggen dat veiligheid is, het wordt misschien niet altijd zo geframed, maar veiligheid is natuurlijk wel core business voor verzekeraars. Dus het zou juist heel goed zijn om die werelden dichter bij elkaar te brengen, omdat daar inzichten over en weer geleerd kunnen worden. Nou ja, waar u naar verwijst in het tweede punt over het skiën met de helm, is wat in de wetenschappelijke literatuur de moral hazard wordt genoemd. Hè? Dat weet u natuurlijk ook, ik zeg helemaal niks nieuws. En dat is natuurlijk weer een studie apart, van in hoezeer is er sprake van moral hazard en staan de prikkels
staan de prikkels wel goed? Is het niet juist zo? En dat is eigenlijk ook wel... We zeggen daar niet in algemene zin iets over in de reflectie. Maar we zeggen dus wel van ja, als de overheid toch altijd met onverplichte nadeelcompensatie komt, hè, de ene keer genereuzer dan de andere keer, dan is dat misschien wel een perverse prikkel voor de andere partijen. Omdat je weet, ja, dat vangnet in die overheid functioneert wel als reddingsboei. Dus er zitten, zeg maar, tussen de regels door, zitten er wel gedachten die richting in gaan. Maar we hebben niet de hele literatuur over moral hazard bestudeerd. Maar wel een aantal experts gesproken die daar wel verstand van hebben. En die vonden dat we daar geen onzin over zijn. Er is nog gelegenheid voor een enkele vraag. Ja, gaat uw gang. Misschien kunt u even staan. Ja, mijn naam is Rimmel Gaarders. Ik ben van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. En ik heb met belangstelling kennis genomen. Wat me erg aanspreekt is uw suggestie van incidenten naar goed bestuur. Maar ik moet zeggen dat toch wel... Wat vraagtekens heb wat u nu precies bedoelt met goed bestuur en hoe u ook precies omgaat met regels. De heer Donner heeft daar ook wat over gezegd. U zei regels zijn gestolde kennis. En mijn vraag aan u is, heeft u dat ook onderzocht en ook gerelateerd aan incidenten? Want ik kan me voorstellen dat met name in de overreactie op incidenten het de vraag is of dat daadwerkelijk gestolde kennis is. Maar mijn vraag is van, in hoeverre dat u daar ook vanuit uw achtergrond iets over zou kunnen zeggen. Nou, wij hebben natuurlijk niet geprobeerd te zeggen dat alle regels per definitie goede regels zijn. Maar wij hebben wel gezegd, met dat regelreflexdenken worden regels in een kwaad daglicht gesteld. En het is wel belangrijk om je te realiseren dat regels ook een andere functie kunnen hebben, zoals die van gestolde kennis. Dat is ook vaak de reden waarom het midden- en kleinbedrijf veel liever regels heeft dan open normen. Omdat open normen eigenlijk veel meer, veel grotere belasting, met name voor het midden- en kleinbedrijf betekent dan regels. Waar ze dan in principe nog wel over moeten blijven nadenken. Maar wel weten van, nou ja, als we dat doen, dan zitten we wel ongeveer goed. Terwijl dat bij open normen minder duidelijk is. We zijn niet heel consequent. We zeggen juist eigenlijk, er is dus heel weinig, te weinig onderzoek naar die politiek-bestuurlijke follow-up van incidenten. Dus dat betekent van, er was een incident. Wat is er, waar werd toen om geroepen, zeg maar. Hè? En tot welke wet en regelgeving, maar ook andere. De instelling van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen is een andere. Maar wat is er gebeurd na zo'n incident? En hoe heeft dat uiteindelijk ook uitgepakt? En dat soort onderzoek is heel weinig gedaan. En de minister gaf al aan dat wij relatief korte tijd dit advies hebben gegeven. Dat betekent dat we dus dat soort onderzoek, wat wij graag hadden willen oppakken, en wat ook bovenaan in onze top 3 van onderzoek staat, dat we zeggen dat is ook eigenlijk echt nodig om beter te gaan discrimineren naar wat zijn nou na incidenten verstandige regels en wat zijn symbool, wetgeving of werkt zelfs averechts. Dus dat soort onderzoek zou eigenlijk veel systematischer moeten worden opgepakt. Maar dan ga je dus voorbij het punt van er is een incident en er zijn heel veel regels, maar ga je dus systematischer kijken, oké, er was een roep om regels, maar wat is er daadwerkelijk ook gebeurd en hoe hebben die regels op de lange termijn gezien uitgepakt? En welke van die regels, om dan weer terug te komen bij je vraag, was inderdaad gestolde kennis en heeft bijgedragen aan veiligheidswinst en welke niet? Maar dat is dus een open vraag die wij ook agenderen als van het zou goed zijn als Wetenschappelijk Nederland zich daarmee bezig ging houden. En de onderbouwing van die vraagstelling vindt u ook in het boekje. Slotvraag, slotopmerking. Die is dan hiermee gemaakt. wil ik u van harte danken voor uw aanwezigheid, uw belangstelling, uw deelname aan deze bijeenkomst. En natuurlijk ook mevrouw Van Asselt en de projectgroep. Zeer bedankt. Wij zijn als WRR natuurlijk zeer trots dat we dit resultaat op tafel hebben kunnen leggen. We hopen dat u dat ook vindt als u het gelezen heeft. Veiligheid is een groot goed. Daar hebben we veel voor over. Tegelijkertijd stellen we ons de vraag, en die moeten we ons ook stellen, gaan we goed om met de verdeling van de verantwoordelijkheden en kunnen we daar ook in vernieuwen? Daarvoor zijn handvatten aangereikt. De WR is ervan overtuigd dat er vernieuwingen kunnen plaatsvinden, ook in het belang van die veiligheid zelf.
De rol van de overheid, de systeemverantwoordelijkheid van de overheid, is daarbij ook een punt dat is geagendeerd. En we hebben kunnen horen dat de minister daar ook op terug gaat komen, mede in het kader van het programma Risico's en Verantwoordelijkheden. Ik dank u allen zeer. We zijn natuurlijk ook weer benieuwd naar wat de Raad voor het Openbaar Bestuur over een aantal maanden op tafel zal leggen. Wij zijn dan ongetwijfeld de gast bij die presentatie. Dank u allen zeer. En u krijgt allemaal een boekje bij het verlaten van Nieuwspoort. Goedemiddag.